YouTube doet. Like de video sneller dan dat ik 3 keer Akinator zeg voor een 10. Dat was al 1 keer Akinator, Akinator. Dat is Akinator en hij denkt alles te weten. Maar volgens mij is er een manier om hem boos te maken. Als hij namelijk het karakter heeft geraden waar jij aan denkt, dan kan jij zeggen of het klopt of niet. En wanneer hij zometeen mijn karakter raadt en het dus klopt, ga ik alsnog zeggen dat het niet klopt. Ik ben benieuwd naar zijn reactie. We zoeken Knuckles. Is je karakter een meisje? Nee. Is het een YouTuber? Nee. Bestaat je karakter echt? Nou ja, een egel bestaat, maar een rode egel die supersnel rent niet. Dus nee. Is je karakter van een game? Ja. Van een horrorgame? Nee. Draagt hij een hoed? Nee. Is het een dier? Het is een dier. Is die blauw? Het is geen Sonic. Draagt hij schoenen? Hij draagt schoenen. Is die rood? Hij is inderdaad rood. Komt hij uit een film? Er is ook een movie, Knuckles, dus ja. Kan je karakter hard mappen? Geen idee. Ja. En hij heeft het geraden. Knuckles. Wij kunnen dus nu ja zeggen, omdat het klopt. Maar wij drukken op nee. Wow. Dude. Hij ziet er zo boos uit. En er staat... Dat is het geluid wat ik maak als Bob alle koekjes heeft gegeten. Ik heb hem nog nooit zo boos gezien. Laten we vanaf nu maar wel eerlijk zijn. We gaan niet op zoek naar Sonic, maar Super Sonic. Heeft je karakter een dierenhoofd? Een egel, ja? Is die blauw? Nee. Super Sonic is namelijk goud. Komt hij voor in Pokémon games? Nee. Sonic, ik kies jou. Draagt hij schoenen? Zeker. Is die rood? Het is geen Knuckles. Heeft hij een grijze vacht? Het is geen Silver. Is het een vos? Het is ook geen Tails. Speelt hij de Sims? Nee. Is het een meisje? Het is geen Amy. Is die geel? Het is geen Tails. Is hij van een game? Ja. Van een Sonic game? Ja. Heeft hij blauw haar? Het is geen Sonic. Is het een egel? Het is een egel. Een super egel. Hij raadt Sonic. Maar dat is niet goed. Nee. Dude, hij is weer boos. En hij zegt, je speelt vals. Wat? Ja, oké, eigenlijk wel. Tenminste, nu niet. Ik dacht serieus aan Super Sonic en niet aan Sonic. Maar net speelde ik wel vals. Dus ik snap dat hij boos is. De volgende die we zoeken. Geen Sonic, geen Super Sonic, maar Hyper Sonic. De snelste van allemaal. Is het een dier? Ja. Is die blauw? Of nou ja, hij is eigenlijk alle kleuren. Dus ook blauw. Draagt hij handschoenen? Ja. Is die rood? Geen Knuckles. Houdt hij van mode? Dat weet ik niet. Nee. Is het een vos? Het is geen Tails. Draagt hij een gouden masker? Dat klinkt eng. Nee. Is die geel? Hij is niet geel. Heeft hij langer haar dan normaal? Dat is een goede vraag. Heeft Hyper Sonic langer haar dan de normale Sonic? Dat weet ik eigenlijk niet. Is het een Sonic karakter? Ja. Heeft hij een kleur als naam? Nee. Is het een egel? Ja. Draagt hij rode schoenen? Nog steeds. Had ik Sonic zijn schoenen maar, dan was ik ook zo snel. Kan die veranderen van kleur? Oeh, dat weet ik niet. Ik bedoel, Hyper Sonic is regenboog, dus waarschijnlijk wel. Hyper Sonic! Ja! We kunnen weer nee zeggen. Nee, we gaan nu eerlijk spelen. Ja. En Akinator is weer super blij. Alleen er is nog een Sonic die geen egel is. Namelijk een robot. Metal Sonic. Heeft hij met Pokémon te maken? Nee. Is hij van een film? Oeh. Komt de metalen Sonic voor in de Sonic film? Dat weet ik niet. Is die blauw? Hij is blauw. Is het een Sonic karakter? Ja. Is die duister? Dat weet ik niet. Is de Sonic robot goed? Ik heb het even opgezocht en ja, hij is slecht. Is het een robot? Ja. Is het een skateboarder? Wacht, wat? Een robot op een skateboard? Dat weet ik niet. Is die gemaakt van metaal? Ja. Metal Sonic! Ja! Ik wil eigenlijk weer op nee klikken. Oké, dat doen we nog wel 1 keer, maar nu nog niet. Dus ja, je hebt het goed. En hij is weer super blij. Doe het. Straks klik ik op nee en is hij zo boos dat hij weggaat. De volgende is Dark Sonic. Het is Sonic, maar dan duister, zonder ogen. Het is creepy. Draagt hij kleding? Ja. Of tenminste, hij draagt schoenen en handschoenen. Is dat kleding? Is het een meisje? Nee. Heeft hij benen? Ja. Gebruikt hij een zwaard? Nee. Is die van een game? Volgens mij wel. Draagt hij een hoed? Nee. Bestuur jij je karakter? Ja. Tenminste, hangt er vanaf. Is die van een mobiele game? Dat weet ik niet. Is het een dier? Ja. Van Brawl Stars? Nee. Van Sonic? Ja. Heeft hij strepen? Nee. Is het een egel? Ja. Heeft hij rode ogen? Dat is het ding. Hij heeft eigenlijk geen eens pupillen, dus nee. Is het een weerwolf? Het is geen weerwolf. Dark Sonic. Hij heeft hem gewoon geraden. Bij deze had ik het niet verwacht. Dus ja, je hebt het goed. En hij is weer blij. Oké, genoeg met Sonic. Het is tijd voor Amy. Sonic zijn vriendinnetje. Is het een dier? Ja. Is het een Pokémon? Nee. Komt ze uit een film? Ja, volgens mij wel. Is ze blauw? Nee. Is ze rood? Geen Knuckles. Is het een vos? Geen Tails. Is het een meisje? Ja. Heeft ze een hamer? Ja, Amy, dude, die heeft hij echt heel snel geraden. Je hebt het goed. Oké, weet je, we gaan er weer voor. We gaan nog 1 keer zeggen dat hij het fout heeft, terwijl hij het goed heeft. En dat doen we bij Dr. Eggman. Die gaan we zoeken. Dat is immers een slechterik. Is het van een Pokémon game? Nee. Is het een dier? Nee. Is het een vrouw? Ook niet. Heeft hij haar? Ja. Volgens mij echt zo aan de zijkant. Draagt hij een hoed? Nee. Vecht hij met een zwaard? Nee. Is die van een game? Ja. Bestuur jij je karakter? Nee. Is die slecht? Ja. Draagt hij een bril? Oh, kun je hem in een film zien? Ja. Heeft hij te maken met Sonic? Ja. Dr. Eggman. Oké, we zouden op ja moeten klikken. Maar we klikken op nee. Wacht, wat? Hij is verdwenen. Ik ga weg, staat er. En hij is er niet meer. Akinator is er letterlijk verdwenen van de pagina.
We hebben hem misschien een beetje te boos gemaakt. Oké, ik ga gewoon de pagina net zo vaak herladen totdat hij terugkomt. Oh my gosh. Na 5 keer herladen is hij terug en hij kijkt weer een soort van blij. Vanaf nu gaan we eerlijk zijn. We zoeken naar Tails. Is het een Pokémon? Nee. Is het een meisje? Nee. Draagt hij een broek? Nee. Is het een dier? Ja. Is die blauw? Geen Sonic. Draagt hij schoenen? Ja. Is die geel? Hij is... geel-oranje. Laten we zeggen ja. Speelt hij Minecraft? Tails die Minecraft speelt? Volgens mij niet. Is het een vos? Het is een vos. Is het een vlogger? Zie je het al voor je dat Tails een vlogkanaal heeft? Nee. Is die duister? Nou ja, er is wel een duistere Tails, maar dat is niet deze, dus nee. Heeft die kort haar? Ja? Kan die transformeren? Soort van. Net zoals dat Sonic Super Sonic kan worden, kan Tails Super Tails worden, dus waarschijnlijk. Heeft hij iets te maken met schoenen? Niet per se. Heeft je karakter een vriend die beroemder is dan hem? Ah, dude, dat is een flauwe vraag, maar... waarschijnlijk wel. Ja, Sonic is denk ik net iets bekender dan Tails, dus waarschijnlijk. Ziet hij er duister uit? Hij ziet er lief uit. En het is Tails! Hij heeft het goed. En ik druk snel op ja, want ik wil hem niet nog bozer maken. Nog een Sonic karakter. Want hij heeft Tails kunnen raden. Maar zou hij dan ook Super Tails kunnen vinden? Is het een Pokémon? Nee. Heeft hij een dierenhoofd? Ja. Is hij blauw? Nee. Meisje? Nee. Vos? Ja. Twee staarten? Ja. Hij heeft Tails geraden, gelijk al. Maar deze keer is het niet goed. Maar weet je, we spelen nog even door. Speelt hij in horrorfilms? Nee. Is hij rood? Het is geen Knuckles. Is hij van Sonic? Ja. Is hij eng? Nee. Heeft hij meer dan één staart? Hij heeft er meerdere. Super Tails. Oh, heel goed gedaan. Je hebt het juist. Welk super karakter ik trouwens echt heel epic vind, is Super Knuckles. Die wordt namelijk niet geel, maar die wordt roze in zijn super vorm. Zou die kunnen raden? Is je karakter een dier? Ja. Is het een Pokémon? Nee. Is die normaal blauw? Nee. Draagt die schoenen? Ja. Is die rood? Nee. Is het een vos? Nee. Is het een meisje? Ook niet. Speelt die games op een iPad? Ik weet niet of Knuckles games speelt. Nee, is die geel? Hij is niet geel. Is die van Sonic? Ja. Is het een legendarische Pokémon? Het is geen Pokémon. Is die bevroren? Nee. Is het een kussen? Een kussen? Als in waar je op slaapt? Nee. Sonic. Nee, het is geen Sonic. Wil je door? Ja. Is het een skateboarder? Nee. Is die paars? Ook niet. Is het een egel? Het is een egel. Is die slecht? Hij is niet slecht. Gebruikt die gouden krachten? Nee. Roze krachten. Is die blauw? Nee. Is die rood? Ja, nee. Ik bedoel normaal wel, maar als die super is niet. Is die groen? Nee. Is die roze? Ja. Is het een jongen? Ja. Hypersonic? Maar die is toch helemaal niet roze? Nee, Ekinader, je hebt het fout. Oké, we gaan nog één keer door. Dan heeft hij 3 kansen gekregen. Is die paars? Nee. Kan die vliegen? Ik denk dat Super Knuckles kan vliegen, ja. Heeft hij zilver haar? Het is geen zilver. Heeft hij meer dan één staart? Het is geen Tails. Is die geel? Het is geen Tails. Heeft hij iets te maken met de kleur rood? Hij heeft er wel iets mee te maken, want hij is het normaal wel. Is die ooit in de ruimte geweest? Nee. Heeft hij een vacht? Ik denk het. Kan die transformeren? Ja. Terug naar de normale Knuckles. Heeft hij lang rood haar? Ja, kijk, normaal wel. Heeft hij te maken met egels? Ja. Is het een schaduw? Het is geen shadow, nee. Is je karakter 2 mensen in 1? Nee. Is die blauw? Nee. Knuckles. Sorry, dude. Je hebt het gewoon niet goed. Nee, sorry. Ik schrijf nu Super Knuckles. Hij staat er wel tussen. Wauw. Je bent me te slim af. Nice. We hebben hem verslagen. We hebben hem verslagen. En nu gaan we taco's eten. Nee, Bob. Moeten we de volgende keer vaker nee zeggen, terwijl hij het eigenlijk wel goed heeft? Laat het weten. Abonneer voor meer en adios.